Meer dan 2 miljoen mensen per jaar komen hier naar kijken. Het meesterwerk van Rembrandt, de Nachtwacht. Omdat Rembrandt hiermee het groepsportret voor altijd veranderde. En hij wist dat je het niet alleen kon doen. Hij heeft altijd heel veel leerlingen gehad. Hij heeft altijd uitgedragen wat zijn kennis was, wat zijn kunst was. En generaties na hem hebben hem gevolgd. Maar niemand heeft hem kunnen evenaren, omdat Rembrandt altijd weer iedereen een stap voor was. En ook hier het groepsportret, wat tot dan toe altijd eigenlijk een hele brave klassenfoto was, waar iedereen netjes zo staat. Rembrandt die brengt er leven in, die brengt er chaos in en die maakt het mensen van vlees en bloed. What is Cruyff's masterpiece? I often wonder about this. He's changed football. There are two periods in football, broadly speaking. There's BC, before Cruyff, and after. He changes everything. And if you look at film of old football matches from before the time he was playing, and you look at them now, it's like there are two different games. Lui è stato veramente un protagonista straordinario, prima come calciatore e poi come allenatore. Ed è stato un benemerito del calcio. Il calcio si è potuto evolvere anche molto grazie a lui e grazie agli olandesi. La selezione spagnola si è nutrito moltissimo negli ultimi anni di futbolisti del Barcellona e se tiras más atrás, todos grazie alla filosofia di Johan Cruyff. Él es la persona más importante de la historia reciente del Barcelona y también de la selección española de fútbol, sin ninguna duda. Op het moment dat Johan nog leefde, maar ook zeker ook na zijn overlijden, heb je heel veel mensen kunnen horen wat Johan voor hun betekent en betekend heeft. Hoeveel mensen hij geïnspireerd heeft als mens zijn, maar ook als trainer, coach zijn en als speler. Ja, dat is natuurlijk ongekend. Grote meesters, grote kunstenaars, maar waarschijnlijk ook mensen die in de geschiedenis iets voor elkaar willen krijgen, die nemen een stap in het onbekende. En Cruyff heeft met zijn benadering van voetbal, heeft hij een stap in het onbekende genomen. En dat maakt hem ook eigenlijk tot de man die in het rijtje hoort van Rembrandt en Vermeer. Rembrandt in zijn tijd deed iets wat nog nooit iemand had gedaan. En hij werd daar ook om bekritiseerd. Een van zijn critici die schreef: Rembrandt houdt zich niet aan de regels van de kunst. En wat Cruyff doet, is eigenlijk precies hetzelfde. L'Ajax era una squadra stupenda che giocava un calcio moderno, un calcio nuovo, un calcio che penalizzava la televisione perché io mi ricordo che ero un ragazzino e guardavo sempre, andavo fuori dallo schermo perché era un calcio a tutto campo, quindi le visioni erano molto strette e lui era di quella squadra il giocatore migliore, più grande, era la stella. They're all coming in with interesting contributions. Naiskins, for example, just his natural aggression of following the opposition playmaker. You know, it'd be hard on him, marking him, and the playmaker would retreat into his own half to get away from him, and just Naiskins would go after him. And then one day in training, Michels and Bobby Harms look at each other and say, this is good, we should do this as a tactic, as a formal thing. That's where pressing comes from. So total football emerges from this, and by 71, when they win the European Cup for the first time, it's sort of there, and then by the following year, 72, it's fully formed. And then 73, the team is slightly in decline because they've begun to argue with each other in a destructive way. And then it's reborn in its most
perfect form in the 74 World Cup with some Feyenoord players as well. Als je een beetje het plaatje ziet van 74, en dat zag ik laatst. Als je zag hoe het Nederlands elftal buitenspel speelde. En dat er echt 8-9 man op de bal afgingen. Ja, dat wilde Johan ook wel. Later natuurlijk met grensrechters die ook wel eens in de fout gingen met buitenspel, werd het wat moeilijker. Maar ja, het voetbal gaat om het feit van heel aanvallend. En tot in het extreme aan toe. We hebben wedstrijden gespeeld met Barcelona. Ik was nog niet eens een verdediger. Dus ik was eigenlijk de enigste verdediger op papier. Want er stond linksbuiten stond linksback en rechtsbuiten stond rechtsback. En Guardiola als middenvelder stond voor mij. Hij ging puur uit van balbezit. Als je heel vaak goed voetbalt, ga je vanzelf winnen. Daar geloofde hij in. Van ja, je kan wel gaan verdedigen, dan zal je ook een keer winnen. Of twee keer winnen. Maar hij stond ervoor om met dat aanvallende voetbal, ook al gaat hij een paar keer op zijn bek, ook al zal hij niet alle cups winnen, hij geloofde wel in van met dat mooie voetbal zal ik uiteindelijk ook prijzen winnen. En zal er veel meer blijven hangen bij de mensen waar voetbal voor bedoeld is. Dat is de schoonheid van het spel. In some places it works, in some places it doesn't. But overall you've got this cultural global shift. So South American teams, East European teams, everybody now knows how to do this. Er zijn meerdere wegen, hè? Dus je kan altijd weer extra dingen toevoegen. Dat doet Guardiola ook, dat deed Rijkaard ook, maar dat moet ook. Elke coach moet zijn eigen dingen weer aan kunnen toevoegen. Maar er is wel een bepaalde basis waaruit je denkt. Nou, en dat stuk inspiratie, dat wilde hij graag doorgeven. Natuurlijk bij Ajax hebben we daar in het begin mee gemaakt. En dat, nadat we daar weg zijn gegaan, zijn we uiteraard doorgegaan. Het was ook zijn uitdrukkelijke wens om, ja, hier stoppen we niet mee. Het voetbal heeft het gewoon keihard nodig. Als je kijkt naar een wedstrijd, wil je gewoon amusement zien. Wil je technische vaardigheid zien van spelers. Wil je vermaakt worden door prikkels. En dat is eigenlijk waar alles mee begint. We zijn geïnspireerd geraakt door de Nederlandse invloeden van jaren geleden. Waarin het fantastisch was. Of het nou WK's waren in 1974 of later in de jaren 90. We hebben natuurlijk fantastische dingen gedaan. Nou, dat mag nooit verloren gaan. L'Ajax, il Milan e il Barcellona di Guardiola. I concetti, le idee sono le medesime. Lo spettacolo per noi è stato sempre la cosa più importante, ma perché anche convinti che attraverso la bellezza del gioco fosse più facile vincere. Non è come in Italia che dicono basta giocare bene, dobbiamo vincere. E quindi avevamo messo e anche il rispetto verso il pubblico. Arrigo Sacchi changes Milan in the late 80s in an explicitly Ajax Cruyff, Michels way, because he'd fallen in love with that era of Dutch football, and he used to go to Amsterdam in the early 70s watching the Ajax guys training, and he was obsessed with this, and he then had a chance to do an Italian version of it. Anch'io pensavo che il calcio fosse uno sport di squadra e che non disconoscesse la bellezza del gioco, anzi ne facesse un valore. E per questo non era che non pensassi che la vittoria non fosse importante, ma quanto l'aiutava e l'amplificava lo spettacolo del gioco. Dat zat er bij Sacchi ook heel erg in, dat hij niet wilde stoppen bij 1-2-0, maar meer eruit wilde halen. En dat was best wel revolutionair in Italië, omdat dat dus bij uitstek een land was waar een 1-0 resultaat verdedigd werd. Weet je, je maakt 1-0 en je gaat dan dat resultaat verdedigen. En bij Milan heeft hij dus de omslag gemaakt dat we dat niet meer deden. Wij gingen door voor de 2 en de 3 en de 4-0, als dat mogelijk was.
sapeva attaccare e difendere. In genere le squadre, tutte le squadre europee sanno più attaccare che difendere. Noi eravamo forse un attimino più equilibrati e giocavamo molto sull'organizzazione. Bij Ajax speelde altijd 4-3-3 en inderdaad druk zetten, dichtstbijzijnde man druk zetten op de bal en de rest volgt. En bij Milan was het meer een geheel dat wachtte op het juiste moment. Vanuit die organisatie, die eigenlijk heel aanvallend leek, want we scoorden ook veel en we speelden veel op de aanval. Maar we deden het toch altijd vanuit een verdedigende stelling. Wachten, juiste moment en dan toeslaan. The interesting thing about Milan is that it doesn't last. When Sacchi leaves, it starts, Capello comes in, it's quite different. Not totally different, same personnel, but he's got a much harder, more defensive way of thinking about the game. And after that, it just fades away. And when Dennis Bergkamp goes to Inter in 93, it doesn't work at all. They are completely not interested in changing their culture to be like the Dutch. So they lure him to Milan on a false promise. And then, you know, they just don't want to know. Het was een botsing van verschillende denkwijzes. Dus ik kwam uit vanuit het speelse Ajax met een aanvallende gedachte, met een creatieve gedachte, met proberen te scoren en dan laten we ook wel eens een doelpuntje tegen. Terwijl je daar kwam bij Inter. En die probeerden het in eerste instantie wel. Hè. Dat waren ook de beloftes die gedaan werden. Nee, wij willen ook op een bepaalde manier gaan spelen. We willen het Italiaanse loslaten. We willen aanvallend gaan spelen. Daar had je natuurlijk wel wat twijfels over, maar je hoopt het, hè, laat ik het zo zeggen. Nou, dat ging heel snel. Die gedachte die werd weggegooid. Dus vervielen we heel snel weer in het Catenaccio-verhaal. En ja, dat was voor mij 1 of 2 jaar leerzaam, maar daarna wou ik toch wel weer in mijn kracht gezet worden. I personally have been influenced by this Dutch generation of football, first of all by Rinus Michels, who shaped this generation, you know. What this Dutch football has created and what the Cruyff generation has created is, let's be bold enough to play offensive football and let's defend it, no matter what happens, you know. And I think that is a very generous idea. Ik denk dat wij vanuit een boring Arsenal, dus dat je eigenlijk met min of meer 5 middenvelders en 1 diepe spits speelde, 4-5-1 was het min of meer, zijn wij toegegaan naar een soort 4-2-3-1 systeem of 4-4-2 met aanvallend 4-2-4. In ieder geval dat je met 4 à 5 aanvallend ingestelde spelers speelde. Dus dat heeft hij veranderd bij de club. Toen ik bij Ajax speelde in het eerste, speelden wij 4-3-3 als Ajax zijnde. En er was maar 1 ander team in de wereld die ook 4-3-3 speelde. Dat was AS Monaco, waar hij toen trainer was, Wenger. Dus daar was ik heel benieuwd naar in de samenwerking met hem bij Arsenal. En ja, daar proefde je ook heel erg dat hij van aanvallend voetballen hield. Dat hij van combinatievoetballen hield, van snelle, snel voetbal, goede passing. Wat bij Inter dus niet het geval was, bij AC Milan wel het geval was, was ook het geval bij Arsenal. Dat je en een coach, en een denkwijze, en een aantal spelers, en de mensen in de club die daarachter stonden, ja, dan kan je een bepaalde kant op met elkaar. For my generation, he was as well an inspiration. An inspiration because when we had our doubts at a young age, a young coach, you could always think, oh, that's these strong ideas. You have to fight for that, you know. And his leadership was certainly for all my generation absolutely exceptional. He was one of my idols when I was a kid.
because he was not much older than I was, and he did a lot of things on the pitch that I could not do, and I admired that. And he was the kind of a James Dean in football at the time. You know, I've seen him playing against us in Strasbourg, eating a sandwich 1 hour before the game, go on the pitch and be the best player. So he was that kind of expression of freedom in the way he behaved. Nou ja, speelt hij een keer in het Nederlands elftal, wordt hij eruit uitgestuurd. Notabene door een scheidsrechter uit de communistische DDR. Ik kan me nog herinneren dat hij eruit gestuurd werd en dat daar schande van gesproken werd. Want ja, hoe kan je nou door de scheidsrechter eruit laten sturen wegens een handgebaar of een zwaaigebaar? En eigenlijk niemand toen in 1966 moet het zijn geweest. Eigenlijk was niemand toen bij machten om zich af te vragen of het misschien ook aan die scheidsrechter lag. Die uit de DDR kwam, die, je zou kunnen zeggen, bij uitstek opgegroeid was in een autoritair regime. En van tegenspraak uiteraard niet gediend was. En die wordt dan geconfronteerd met die toen nog 19-jarige Cruijff. Die eigenlijk meteen hem tart tot het uiterste en hem Cruijff eruit laat sturen. En eigenlijk is in die tijd niemand nog in staat of bereid of genegen om dit incident niet te zien als een beschamend incident, maar als een soort van verzet tegen het vanzelfsprekende gezag van de scheidsrechter. Er was wel eens dat hij een uitspraak had gedaan en daar vallen dan heel veel mensen over, of dat staat breed uit in de pers uitgemeten. En ik zag hem dan die volgende dag, dat gebeurde wel eens, en zei ik van, goh, je hebt wel wat losgemaakt. En dan zei hij, laat ze maar lullen, ze weten niet waar ze het over hebben. Over de kritiek. En als je dan over nadenkt, is het zo van, ja, hij weet dat er kritiek kan komen, maar hij kan dat ook naast zich neerzetten, want hij gaat door met het bereiken van zijn doel. En dat bepaalt ook wel een groot iemand, een groot persoon, want veel mensen zouden inhouden, denk van, er gebeurt nu iets, ik moet nu inbinden, dat deed hij niet. People are always intrigued by Cruyff as a personality, his character, because he's got these very jagged differences. He's very aggressive, but he's very warm. He's very sociable, but he's kind of alone. And I've often wondered whether he would have been a very different person and whether the history of football would have been different had his parents moved to England, say, had he grown up in Northern England. And Chris Waddle, the old England player and Marseille and the great player, he was asked after Cruyff died, how would he have been in England? He said, you'd never have heard of him. He would never have got a club. He'd never have played. The clubs in England, where it was very conformist, rebels were not appreciated. If you came in as a teenager and told the manager what to do and saying, you know, tactics are all wrong, you know, we should be playing with two wingers, you wouldn't even get a contract. You'd be out immediately. It was because he was in Amsterdam at this moment where the post-war freeze, in a way, Dutch culture, was breaking. And it was breaking for all sorts of reasons that had nothing to do with football. There was a level of wealth was coming. Number one, that's important. But also this great cultural shift begins to take place. In Amsterdam waren de eerste grote rellen van Provo. Dat was een beetje anarchistische jeugdbeweging. Dateren uit 1966. Precies het jaar dat Ajax met Cruijff weer voor het eerst sinds lange tijd kampioen wordt. En in grote delen van Nederland, eerst in de grote steden, zeker de universiteitssteden, kwam die stemming steeds meer op. Het idee van, wij doen niet wat ons gezegd wordt. De baas heeft niet altijd gelijk. Provo was happening. And at the same time, in the other part of the city, just like 5-6 kilometers away, you've got this revolutionary thing in football happening. And I think, and they then begin to influence each other. A genius reflects his time and is made by his time and place. So he was lucky and we were lucky. Zoals Beckenbauer
gewoon, zou ik maar zeggen, de archetypische West-Duitser is van na het Wirtschaftswunder. Zo is Johan Cruijff inderdaad echt onverbrekelijk verbonden met Nederland. En dat maakte misschien ook... Dan zou je zelfs de redenering van David Winner kunnen doortrekken. En kunnen zeggen dat wanneer Johan Cruijff naar Real Madrid was gegaan in 1973. En daar was ook sprake van. Dat hij misschien minder goed had gevoetbald en minder betekenis had gehad voor Real Madrid. Dan hij voor Barcelona heeft gehad. Omdat hij bij Barcelona in staat is geweest om dat gevoel wat in Barcelona sowieso bestaat. Dat ze onafhankelijk zijn. Dat ze zich niet de les laten lezen door Madrid. En dan helemaal niet door die generaal daar. Dat hij dat versterkt heeft en wat hij in Madrid niet zou hebben gekund. Johan va saber integrar-se perfectament a Catalunya. Ell va venir en un moment molt difícil, políticament parlant, estàvem sota la dictadura del general Franco. Ell va fer la transició amb nosaltres, va viure a Catalunya, però va ser una persona respectuós, i respectuós amb el seu entorn polític, social, que era una època que aquí a Catalunya, quan no es podia cridar visca Catalunya, es cridava visca el Barça, i aquest missatge ell el va permetre i va expressar-se també sempre amb moltíssim respecte per les idees de la gent de Catalunya. De Catalanen hebben zich natuurlijk lange tijd onderdrukt gevoeld door de rest van Spanje, met name Madrid. En Johan heeft de club zoveel uitstraling en kracht en zelfvertrouwen gegeven, want dat straalde niet uit. Dat ze tot hele grote dingen in staat waren. El Barça sempre ha sigut, doncs, no només un equip de futbol, significa molt més per, òbviament, per Barcelona, però per Catalunya, i que els èxits que ha tingut aquest club, doncs, han transcendit molt més a lo que és l'esport per aquesta terra, n'estic convençut. Bé, és veritat que el Johan Cruyff el que va aconseguir, no només com a jugador, sinó com a entrenador, és canviar la nostra mentalitat. De ser un club amb una mentalitat negativa, un club amb una mentalitat que sempre acabàvem perdent els campionats, no? En Johan va canviar la mentalitat dels socis del Barça, dels seguidors, a tenir una mentalitat guanyadora. És a dir, podem i podem guanyar. I per això, doncs, un ha de treballar i esforçar-se, no? I crec que ell va venir amb un club que històricament necessitava una figura com ell. Segurament el Madrid no la necessitava, però el Barça sí, no? I bé, no es va equivocar, Johan Cruyff. Dominant willen voetballen en het aantrekkelijk willen voetballen en de mensen willen vermaken. Dat is iets wat ik onbewust, daar heb ik niet nagedacht van, dat vindt Johan. En daarom wil ik dat ook, absoluut niet. Maar wat ik wel heel bewust meeneem zijn allerlei details in het voetballen. Dat zou kunnen zijn een man meer creëren in het middenveld. De manier waarop je positiespel speelt, want positiespel is een heel groot begrip. En dan praat je over details, dat je moet zorgen dat je eigenlijk in het middenveld eerst een man overslaat, omdat die dan de bal kan laten vallen op iemand die weer met zijn gezicht naar de goal staat. Ja, dit soort dingen, daar heeft hij het heel veel over. En dat is een manier van positiespel die bij hem altijd terugkomt. Ook ik kijk het liefst wel naar andere type spelers dan dat ik zelf was. Naar spelers die inderdaad ervoor kunnen zorgen dat het publiek vermaakt wordt. En dat het publiek vermaakt wordt met goed voetbal, met aantrekkelijk voetbal, met dominant voetbal. Ja, dat is ook waar ik van hou. En ik heb als mens, en dat had ik ook al toen ik speelde hoor, een hekel aan om af te wachten en te anticiperen op wat een tegenstander gaat doen. Of eigenlijk meer te reageren op wat een tegenstander gaat doen. Daar heb ik een hekel aan. Ik wil liever zelf bepalen. Ik wil liever zelf zeggen van, wij gaan druk zetten. Wij nemen het heft in handen. En dat is waar ik van hou. Het aanvallende voetbal wat je in de wereld ziet, dat is ergens ontstaan. Ik denk dat dit is ontstaan bij Ajax, Michels, Cruijff. Ik denk dat we dat altijd moeten blijven doen bij Ajax, omdat ja, wij zijn er eigenlijk min of meer voor geschapen om dat soort voetbal te spelen. Wij als Nederlanders en vooral als Ajax-zieden, dat je dat soort voetbal kan spelen. Het zit in ons DNA, zeg maar. Het is onderdeel van Ajax. Het is een Ajax die 4-4-2 gaat spelen, wat een enkele keer is gebeurd, hè, in de geschiedenis. Dat past niet bij ons. Dat accepteert het publiek niet. Dat kunnen wij niet als Nederlanders. We hebben een bepaalde drang, hè, een beetje een avontuurlijke
ja, ingesteld volk zijn. Hè. We willen altijd vooruit, we willen dingen proberen, iets doen wat anderen niet gedaan hebben. En dat zit ook in ons voetbal. The central mystery to me was why the Dutch aesthetic in football is so different to, say, the Brazilian or the Argentinian or the Italian or the English or the German. It's absolutely distinct. For a time, anyway, I was confused by this. I thought that the essence of this was to be, you know, I was comparing the football with architecture. And I was looking at art, and I was trying to work out what the Dutch element in the football was. It's space. What the Dutch are doing is measuring space on the field and using it in all sorts of very creative, unusual, collective ways. And this is exactly what we've been doing in our art for hundreds of years. And then somebody referred me to Sanudam's paintings of churches, which I'd never seen. And I was, oh, okay, I get it now. Wat deed Sarendam? Hier zien we een beroemd schilderij van hem. Kerk in Assendelft. Die ging naar een kerk toe. Die maakte een plattegrond. Hij matte alles precies op. Hij maakte een opstand van de wanden. Allemaal op tekening. En dan ging hij naar zijn studio. En daar schilderde hij alles. Dus het is bijna een wiskundig schilderij. Elke centimeter van een gebouw wordt gebruikt. En dat is eigenlijk dezelfde wijze hoe Cruijff ook met de ruimte op het veld omging. Cruijff and his colleagues and Michels and all the subsequent great Dutch players as well, people like Dennis Bergkamp, you know, they are the great measurers of the football field. So he could do brilliant actions on the field. He could dribble, his control was amazing, his technique. He could score beautiful goals, but that's not the great profound genius of him. The genius is that he was ordering the space on the field to produce beauty in the form of goals and domination, and he would create these extraordinary patterns, and that's the defining similarity between Dutch art, and it's also in land management policies, and you know, you have the these laws, and it all comes from draining the land, you're getting the water out. So you had to work together to create, literally to create space, to create dry land. So it's in every aspect of Dutch culture and art, and it's in the football too. Individueel was het een wereldvoetballer, maar tactisch was hij ook verse tijd vooruit. Dus ik die combinatie, dat zie je niet vaak meer. When I speak to players who played with him in the national team, they said all it was unbelievable how much he was coaching the team during the game, coming back sometimes saying, now you mark now the number 8 to Wim Jansen and to Niskens, now you take the 10, and after 20 minutes say, now we change now. Hij zag het voetbal. Hij zag het voetbal. Ik heb zelf ook wel wedstrijden meegemaakt, dat ik als die dromer met hem meedeed, of mee mocht doen, dat vond ik dan mooi om te zien. Dan speelde hij vaak ook een beetje vanaf links. Maar daar stond toevallig wel, en ik kan me niet meer goed herinneren welke wedstrijd, maar daar stond een vrij agressief bekkie. En dat was lastig, en toen zette hij niet om, hij ging naar rechts toe. En vanaf rechts maakte hij, geloof ik, 2 doelpunten, want hij voelde aan, dat kan je beter veranderen. Hij met zijn inzicht en creativiteit en weten waar hij zijn spelers neer moest zetten, om ook zelf weer beter te kunnen renderen en daardoor ook weer het elftal beter te maken, dat zag hij als geen ander. Het begint natuurlijk bij mooi voetbal spelen, wat is dat dan? Een bepaald tempo spelen daarin, nou, het creëren van creativiteit zoeken van spelers. Dus heel goede spelers moeten snel aan de bal. Dus waar ruimte is, moet snel ingespeeld worden. Ja, diepte voor breedte, maar vooral ook de derde man.
derde man principe was bij Johan heel sterk. Daar had hij het altijd over. Hij zegt, dat gebruiken ze gewoon niet. Hij zegt, dat is de basis. Hij zegt, vaak wordt alleen de eerste, de korte bal gespeeld. Hij zegt, dat is ook vaak een lokbal. Hij zegt, maar de volgende bal moet vaak dan een linie verder zijn. En moet er iemand onder zitten. Hij zegt, dan pas kan je aan de zijkant komen bij de 1 tegen 1. Of dat aan de zijkant is of ergens anders. Maar hij dacht altijd in tempo, afstanden en in dat soort principes. Hij had ook heel veel opmerkingen over jeugdvoetbal en over opleiden. En uitspraken waren bijvoorbeeld van hem dat in het jeugdvoetbal vond hij dat de keeper een bal niet mag uitschieten, maar uitgooien. Hij zegt, want op die manier dwing je spelers zich aan te bieden, want een keepertje in de jeugd gooit niet tot aan de middenlijn. Dus dan moeten vleugelverdedigers zich gaan aanbieden. En zonder dat je het zegt, alleen maar omdat die keeper moet gooien. Dan gaan ze dat vanzelf doen. En op die manier ernaar kijken, ja, dat vind ik mooi. Zijn gedachtegoed is absoluut nog binnen deze club. En ja, ik durf bijna wel te zeggen dat iedere dag zijn naam hier ook wel valt. Bij ons in de trainerskamer, op het veld. Als je mensen spreekt van de medische staf, zijn naam valt eigenlijk altijd wel. Ik denk dat het belangrijk is dat Ajax altijd een trendsetter is. Wij doen dingen die nog niet gedaan zijn. Filosofisch, wij bewandelen paden die nog niet bewandeld zijn. Je kan het allemaal noemen zoals je het wil, maar wij willen gewoon uniek zijn. En dat betekent dat je geen trendvolger bent, dus niet meegaat in allerlei andere signalen van andere clubs en speelstijlen. Nee, wij willen dit gewoon blijven volgen. Die strafschop nemen. Doet het op deze manier. Olsen, Kruijf, goal. Nou, curieus natuurlijk. Een zeldzaamheid. Iedereen bij Helmond Sport staat elkaar nog even aan te kijken. Kruijf en Olsen. En dan zo, een doelpunt. Ajax leidt met 2-0. Lo habían arreglado Leo y Ney, pero bueno, justo se dio la posibilidad que quedó el balón ahí dentro del área y cuando vi el balón ahí adelante le tuve que tirar al arco, pero no, yo no sabía nada, era Leo y Ney. Sí, días antes yo estaba cuando ellos hablaban, pero no sabía que justo en ese momento lo iban a hacer, no sabía cuándo, pero bueno, justo quedó ahí. Creo que quedó un lindo homenaje para él, para la historia del fútbol. No es, está claro que no es subestimando a ningún rival ni nada, sino que fue algo que se dio la situación ahí. Bueno, pero lo lindo que quedó para el recuerdo de una de las grandes leyendas del fútbol, como lo fue Johan, ¿no? Que el reconocimiento que tenía Johan cuando yo estaba en el Ajax era increíble. Todo el mundo hablaba y como que no iba a haber otro jugador igual y yo el privilegio de que no muchos jugadores han tenido esa posibilidad y bueno, lo que queda es que quedará como anécdota, como recuerdo de poder decir que jugué en los dos equipos que jugó Johan Cruyff y del cual también siempre se le tendrá mucho cariño. Je
tenia 11 anys, era un jovenet, i recordo la baixada a l'avió. Per mi va impressionar el moment que ell baixa l'avió, l'escala, passa per l'aeroport amb la Dani Cruyff i es veia aquells colors, com ell anava vestit, la forma com ell vestia, diferent del que en aquell moment doncs, estàvem acostumats a Barcelona, aquí a Catalunya. Però va ser realment un boom, una revolució. Va ser un Barça, un Futbol Club Barcelona, que estava futbolísticament patint, amb una situació, amb una travessa al desert, amb una situació dels darrers anys que no s'havia guanyat una Lliga, amb una situació on molta gent es qüestionava si realment el Barça era aquell gran equip que havia estat anys anteriorment. I finalment doncs, un anunci de que Johan Cruyff, la gran estrella de l'Ajax, un estiu, jo recordo perfectament, estàvem a una petita caseta que tenien els meus pares a prop del mar, aquí a prop de Barcelona, evidentment, televisor blanc i negre, i varen anunciar que Johan Cruyff havia fitxat pel Futbol Club Barcelona. Allò va ser un got d'aigua al mig del desert. When he went to play for Barcelona in 73, Spain was famous for its fighting, mean-spirited, aggressive football. La furia was the Spanish thing. You know, you sweat the shirt, you fight, you often have fights on the field. You know, the Spanish defenders were the nastiest, the most cynical defenders in Europe. And now look at them. They are now Holland with sunshine. And that is entirely due to Johan Cruyff. Él, de alguna manera, cambia la historia de nuestro club, del Barcelona, e impone un estilo muy característico del fútbol holandés, un fútbol al ataque, un fútbol de triangulaciones, un fútbol de mantener la posesión, un fútbol, al fin y al cabo, que le gusta al espectador, que le gusta al aficionado, ¿no? Donde el aficionado se siente muy, muy identificado y muy orgulloso de este estilo de juego, ¿no? El máximo culpable ha sido de la historia reciente, de la historia gloriosa reciente del Fútbol Club Barcelona, el gran culpable de todo ha sido Johan Cruyff, es Johan Cruyff. Johan Cruyff pel Barça ha sigut fonamental, fonamental per entendre l'equip i el club com és avui en dia i sobretot per entendre el futbol que el Barça practica. El Barça, l'arribada de Johan Cruyff com a jugador ja significa un canvi en la modernització del nostre joc, de l'actiu, però sí que Johan Cruyff com a entrenador sí que fa ja la revolució. No? Johan Cruyff com a entrenador, doncs ell inspira un nou model de joc, ell inspira un concepte de futbol totalment diferent del que estàvem acostumats i Johan Cruyff, doncs, a través de les seves ensenyances, doncs, ha fet que el Barça avui en dia doncs, tingui el lloc que té en el món del futbol. Sense Johan Cruyff això no hauria estat possible, no seríem el club que som avui en dia. I aquest llegat de Johan i amb aquesta inspiració que tothom té amb el seu model futbolístic doncs ens fa arribar a aquest moment doncs, a quotes com les que tenim, tan importants i de tants èxits. És a dir, han passat ara quasi 20 anys, més de 20 anys del primer dia que vaig vestir la samarreta del Barça i sento el mateix que vaig sentir quan era petit, és a dir, la forma que tenim de jugar, d'entendre el joc, de mantenir la pilota, d'en base a la possessió, crear ocasions a gol. Tot això, en part, és gràcies a ell. I òbviament, també aquesta mentalitat guanyadora que últimament fa que aquests anys siguin tan exitosos. Bueno, el estilo Barça es todo mediante el balón, defender con el balón, atacar con el balón, asociarse, buscar siempre la superioridad, intentar jugar, salir jugando desde atrás, bueno, darle importancia a todos los aspectos del juego, a todas las posiciones, ya sea un lateral, ya sea un centrocampista, un delantero. Doncs el de mantindre la possessió, el de que el passe és l'acció més important del joc, és a dir, el combinar, que això és un joc d'equip i que els 11 han de participar i han d'ajudar. I això s'aconsegueix doncs, sobretot doncs, amb molts exercicis de possessió de pilota als entrenos, amb molts rondos, amb doncs, la gent donant sortida de pilota, els altres doncs, executant bé els passes. És una sèrie de mecanismes que els que hem amat el Barça des de ben petit doncs, el portem a la sang i que és veritat també doncs, que els que arriben de nou doncs, els hi costa una mica assimilar, però que quan ho tenen
saben que es muy beneficioso para ellos y para el club. A lo mejor con otro estilo de juego, futbolistas como yo, o como Iniesta o como incluso Messi, que somos pequeñitos, a lo mejor no hubiéramos podido triunfar en el Barcelona, ¿no? Gracias a él, muchos de nosotros hemos podido jugar en el Barcelona muchos años con este estilo y esta filosofía de juego, ¿no? Creo que ha sido el equipo más exitoso de los últimos 10-15 años y gracias a todo ello a la filosofía de Cruyff. El Barcelona haría muy mal de cambiar o irnos para otra metodología. Persona que era molt assídua en els centres formatius del Barça. Ell anava regularment a veure partits dels joves jugadors i feia xerrades regularment amb els entrenadors del futbol base del Barça. Per tant, jo em quedo amb aquesta imatge del Johan, un Johan preocupat, un Johan responsable, però un Johan implicat en el futbol base, perquè ell sabia perfectament que el futur dels clubs, que avui en dia també tots ho fan, però el futur dels clubs, si vols tenir èxit, és tenir un bon futbol base, un bon futbol formatiu que et porta, evidentment, cap a l'èxit. Crec que des que vaig començar a la Masia, eren 18 anys, la forma de jugar, l'estil de joc, l'intentar doncs, dominar sempre el partit en base a tenir la possessió de la pilota, estava present en tot el que, fèiem, la filosofia era completament seva. El rondo, les possessions de pilota, el control passe, control passe, el combinar, el fer que doncs, hi hagi molt exercici de passe, de donar sortida i d'executar bé. Des de fa molts anys, el club, que això ja ho va, evidentment, ho va començar doncs, a instaurar en Johan Cruyff, tots els equips de la club, no el juvenil, des del Benjamí, des dels nens de 8 i 9 anys, tots tenen un concepte del joc que els ensenyem, una manera de jugar, una manera d'entendre el futbol i de viure el futbol al voltant de la pilota. I aquest concepte doncs, el anem reproduint a mesura que els nois van creixent, perquè és molt important que de petits coneguin aquest sistema, aquest concepte del futbol, perquè quan arriben al primer equip de professional, evidentment no sigui algo per ells novedós. No? Jo recordo entrar en la temporada 91-92, cuando el Barcelona gana la primera Copa de Europa, la primera Champions, y nosotros jugábamos de la misma manera que el primer equipo, ¿no? Todos llevábamos un número, yo jugaba de 4, el otro jugaba de 6, el otro de 8, el otro de 10, y el sistema era igual que el primer equipo del Barcelona, ¿no? Entonces, el famoso Dream Team de Johan Cruyff era un espejo para todos nosotros, para nosotros era un ejemplo a seguir, ¿no? Ik ging in 1989 naar Barcelona. Johan was een jaar daarvoor trainer. Nou ja, hij heeft schoon schip gemaakt. Hij heeft toen al veel spelers gehaald. En ja, toen daarna haalde hij een aantal andere buitenlanders. Naast mijn persoontje was dat Laudrup. Later Stoikov, Romario, Richard Wietje. Ja, hij heeft natuurlijk wel naar kwaliteit gezocht en wat hij nodig had. En die puzzel paste in elkaar. Per aquell moment també hem de dir que les lligues, per exemple, les guanyaven diversos equips. Real Madrid, l'Atlètic Club de Bilbao, hi havia l'Atlètic de Madrid, el Deportiu de la Coruña, molts clubs tenien molts èxits, no? Però el fet de que el Barça guanyi la primera Copa Europa fa que el Barça entri a la història dels grans clubs d'Europa. Des d'aleshores, aquella Copa Europa de Wembley l'any 92, res ha estat diferent. Tot ha canviat i el Barça, des d'aleshores fins ara, doncs la transformació ha estat enorme. Natuurlijk zijn er ook heel veel andere coaches na Johan geweest en heel veel andere spelers na Johan. Maar hij was wel degene die het voetbal veranderde en de manier van spelen veranderde. En ook jongere spelers een kans gaf en ook de hele Masia, de jeugd, veranderde. Ja, en daar is hij mee begonnen en waarin anderen het weer uitgebouwd hebben. Ook Guardiola natuurlijk heeft, denk ik, het voetbal nog mooier gemaakt met zijn periode in Barcelona, maar dat is met alles. Het begint ergens mee en het begon met Johan Cruyff. Es veia molt, no? Des del primer dia que el Pep tenia una influència molt gran al Johan sobre ell i moltes de les coses que el Pep
executava i entenia com, a, com el que ell era el futbol, doncs, venien del Johan. Pensa que com a jugador doncs, el va tenir com a entrenador molts anys i després també doncs, quan va fer el salt cap a entrenador va ser com el seu mentor, no, el Johan. Llavors és totalment entenible que al final doncs, el Pep fos com un mirall del Johan. Guardiola fue jugador suyo, aprendió muchísimo y luego ha sido entrenador, ¿no? Por lo tanto, todo eso ha sido lo que Guardiola en su día pues, nos quiso transmitir esa idea de juego y los resultados fueron magníficos. Guardiola tenía todo el día a Cruyff en la cabeza y en muchas de sus charlas salía la figura de Johan Cruyff, ¿no? Incluso llegaba a poner ejemplos de, mira, con Cruyff hacíamos esto en el Bernabéu, con Cruyff hacíamos esto allí. Ha sido su profesor, Johan Cruyff, ¿no? Yo no he tenido la suerte de tener a Cruyff como entrenador, pero he tenido la continuidad que ha sido Guardiola, ¿no? The influence for Johan Cruyff was huge. He changed the mentality for the two clubs, like a football player, like a manager, Ajax Amsterdam and Barcelona. And his influence is not comparable. He was the most influenced person in the world football in the last 50, 60 years. Nobody can compare with him. A lot of players we were in his charge, in his hands, in his mind, in his passion. Most of them now we are coaches. And his tribute, we can never pay what he has done for us, never. Un giorno Van Basten mi chiese, ma perché noi dobbiamo vincere, convincere e divertire? Quando gli altri basta vincere. E io dissi, guardi che la vittoria, quando non è supportata da una bellezza, dalle emozioni, rimane, si esaurisce nel momento stesso in cui si è verificata, rimane negli almanacchi, ma non rimane nella mente delle persone. Ma quando tu dai delle emozioni e un impegno totale alla gente, questi ti ricorderanno sempre, te ne saranno grati.